praktijkvoorbeelden geven en verbeteringen van het proces met jullie bespreken. Advanced Tax Compliance is een onafhankelijk advieskantoor gespecialiseerd in tax compliance en tax accounting. En ik denk dat Mark zo meteen nog wel iets zal vertellen over Advanced Tax Compliance. Voordat we overgaan naar de mogelijke verbeterpunten in het proces, wil ik jullie het grotere plaatje geven van de OneSource Suite of Solutions. In de pilaren zien jullie de verschillende producten. Alle producten die richten zich op de kwaliteit van data, zichtbaarheid en procesverbetering. Je ziet daar links Tax Provision. In het rode blok zie je Corporate Income Tax. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Twee oplossingen voor Indirect Tax, Transfer Pricing en Accounts Production. En in de oranje brackets zien jullie OneSource Workflow Manager. Dat is een procesmanager die specifiek is ontworpen voor de fiscale processen rondom de individuele producten. Oké, waar we het vandaag over gaan hebben. In de bovenste workflow zien jullie wat we vaak zien bij spreadsheet-based belastingberekeningen of een deel spreadsheet-based berekeningen en een deel outsourcing van het compliance proces. Je ziet daar in de pijlen de verschillende stappen die dan die voorkomen in het proces. Vaak begin je met het invoeren van de eindstanden van vorige jaren. Dan moet je toch even overtypen in je Excel sheet. Invoeren van commerciële cijfers gebeurt ook vaak handmatig, kost vrij veel tijd. Nou, als je dat hebt gedaan, ga je verder naar het maken van je belastingberekeningen, waar je soms wat tijd kwijt bent in het ontcijferen van spreadsheets van voorgangers. Excel is natuurlijk een hele flexibele tool, waardoor je heel veel mogelijkheden hebt, maar het is ook vaak persoonsgebonden aan degene die de spreadsheet heeft ontwikkeld. Nou, in het geval van de fiscale eenheid die jullie denk ik allemaal hebben, ga je vervolgens verder met de consolidatie. Dat kan ook veel tijd kosten. Je kan inzicht missen in de stand-alone aangiftes en het kan een grote kluwen van belastingberekeningen worden. En het kan moeilijk zijn dan om bepaalde fouten eruit te halen, omdat het zo'n hoop met data is. Nou, vervolgens heb je hele belastingberekeningen gemaakt en e-filing is verplicht in Nederland. Dus dan ga je door naar het overtypen van alles wat je net berekend hebt in een filing tool, in het aangiftepakket dat jullie nu hebben. Of je stuurt het door naar je outsourcing provider die dat dan voor jou gaat doen tegen het corresponderende uurtarief. Nou, e-filing gebeurt vervolgens. En op het moment dat dat is gedaan, hebben sommige van jullie misschien horizontaal toezicht, zal de Belastingdienst vragen om transparantie van het compliance proces, waar komen de cijfers vandaan? Als je kijkt naar de nieuwe controle aanpak van de Belastingdienst, dan gaan ze meer net als bij de BTW kijken per transactie, hoe die transactie dan in de aangifte terechtgekomen is. Ja, misschien na het einde van het jaar weet je dat nog. Op het moment dat die vraag opkomt, anderhalf jaar of twee jaar na dato, is dat misschien wat moeilijker te vinden. Nou, in het geval van een boekenonderzoek wat soms nog later plaatsvindt, dan kost dat helemaal veel tijd om al die informatie nog boven tafel te krijgen. Nou, onze ervaring met OneSource is dat het aantal stappen in het compliance proces worden verminderd en ook efficiënter worden door hoe het systeem werkt. Nou, je hebt een mogelijkheid tot automated data collection. Dat betekent eigenlijk dat je trial balance data automatisch kan inlezen in OneSource Corporate Tax, wat dan de basis is voor de volgende stap. Gestandaardiseerde belastingberekeningen, kruisverwijzingen tussen de verschillende belastingberekeningen. Dan komen we hier weer uit de informatie van voorgaande jaren, doordat je eigenlijk per berekening bijhoudt wat de brondata is en de oorsprong van de berekening kun je in latere jaren, zullen we zo meteen ook zien, makkelijk de informatie terugvinden over standpunten die in voorgaande jaren zijn ingenomen. Tevens is het in OneSource eenvoudig om eerdere versies van berekeningen terug te zetten, wat soms ook een hoop tijd kan schelen. Nou, de fiscale eenheidsconsolidatie kan worden opgedeeld in subconsolidaties, wat het dan ook weer overzichtelijk maakt. In OneSource maak je eerst je stand-alone aangiftes per entiteit en vervolgens ga je consolideren. Dus op het moment dat je je stand-alone aangifte sluitend hebt gemaakt, is het consolideren eigenlijk een fluitje van een cent. Nou, de e-filing is eigenlijk, dat zit ingebouwd ook in het
in OneSource. Dus je hebt niet meer het overtypen van je belastingberekening in een ander product, want het is allemaal met elkaar geïntegreerd. Nou ja, al met al zien we dat gestructureerde berekeningen leiden tot optimalisatie van het aangifteproces, wat dan weer leidt tot tijdsbesparing bij de voorbereiding van de aangifte. Nou, dit was de introductie. Ik geef graag het woord aan Mike Silano, die zal overgaan tot een demonstratie van OneSource Corporate Tax. Dankjewel Bianca en goedemorgen allemaal. Ik zal inderdaad in het komende half uur even een demonstratie geven van OneSource Corporate Tax en hoe je door OneSource Corporate Tax te gebruiken op een efficiënte manier een aangifte kan opstellen voor de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Ik open even het programma aan de hand van een demobestand. Ik heb even een hele simpele aangifte opgemaakt voor een fictieve nieuw opgerichte vennootschap. De eerste stap die je bij OneSource Corporate Tax, als je dat gebruikt, zult nemen, is het doorrollen van de eindpositie in de vorige aangifte, in dit geval deze aangifte dus, naar het nieuwe jaar. Daarvoor heeft OneSource Corporate Tax de Build New Period functie. Met één klik op de knop wordt er een nieuw bestand aangemaakt dat geschikt is voor het opstellen van de aangifte voor het betreffende jaar. Als we nu naar het programma kijken, dan zal opvallen dat het programma bestaat uit een aantal schema's. Het A-schema dat is in principe het aangiftebiljet. B en C dat zijn de inputschema's voor de balans en verlies- en winstrekening. E is de vermogensvergelijking, T betreft de extra comptabele posten, de herleiding van het fiscaal resultaat naar het belastbaar bedrag. En de Z-schema's zijn de herleiding van commercieel naar fiscaal. Het mooie van werken met OneSource Corporate Tax is dat in principe door het invullen van de data entry sheets, B en C voor de balans en P&L, het aanmaken van de extra comptabele posten, je in feite de aangifte hebt gemaakt. De gegevens die je op die schema's weergeeft, worden vervolgens door middel van links op andere plaatsen in de aangifte gerapporteerd waar ze terecht moeten komen. Het aangiftebiljet, de vermogensvergelijking en de herleidingen. We hebben het net gehad over efficiëntie in het aangifteproces. Daarmee voorkom je dus dat je tweemaal hetzelfde in moet tikken. Oké, als we dan verder naar de aangifte kijken en naar de balans, dan zien we in de beginpositie weer de cijfers terug zoals die net waren in de vorige aangifte. Wat dan opvalt als je naar de cel gaat, dat is dat er een formule in de cel is opgenomen en dat de cel in feite gelokt is. In principe is het in OneSource Corporate Tax niet mogelijk om de beginpositie te veranderen, wat natuurlijk wel zo wenselijk is. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld een boekenonderzoek, dan is het uiteraard mogelijk om iets aan te passen. Daarvoor is er wel een additionele handeling nodig. Je hebt daarvoor de code nodig waarvoor gebruikers van OneSource Corporate Tax contact op zullen moeten nemen met de helpdesk die voor OneSource Corporate Tax wordt verzorgd door Advanced Tax Compliance. Hetgeen waarborgt dat de beginpositie in je aangifte ook de eindpositie was in de vorige aangifte. Als je dan de cijfers gaat invoeren voor de eindpositie, dan kan dat inderdaad door automated data collection, wat Bianca net al aangaf. Je kunt middels een text pack mappings maken naar OneSource Corporate Tax, waardoor vanuit de 12 balance de gegevens automatisch worden ingelezen in het programma. In dit geval gaan we dat omwille van de tijd even handmatig doen. Stel dat ik ga beginnen aan aangifte en ik heb een post goodwill van 100.000 euro. Dan valt gelijk op dat op het moment dat ik een bedrag in wil vullen, OneSource Corporate Tax vraagt om een source.
Dan kun je dus aangeven welk bestand je hebt gebruikt, waarop de waarde die je wil invullen gebaseerd is. Nou, in dit geval ga ik even de rekening maak ik ervan. En zoals je kunt zien geeft OneSource Corporate Tax, ja, bij de source dan inderdaad de rekening aan. Wat ook heel mooi is en wat je ook kunt doen is bij de source. Even kijken hoor. Verander dit even. Maak er 50k van. Wacht. Pak even een andere. Een related bij de source. Op het moment dat je de source in moet vullen, kun je ook een related document selecteren. Daarmee wordt het in feite mogelijk om in OneSource Corporate Tax ook gelijk bijvoorbeeld commerciële cijfers op te nemen. Cijfers gebruikt voor aangifte. Je ziet nu dat er bij de source de tekst onderstreept is. Dat wil zeggen dat je door middel van een klik, Ctrl-klik, de source kunt openen. Waardoor OneSource Corporate Tax eigenlijk ook een soort van archief wordt voor de documenten die in de aangifte kunnen worden gebruikt. Dat is wel zo handig bij het verzamelen van informatie uit voorgaande jaren, dat je alles in één bestand hebt opgenomen. Vervolgens valt op dat bij OneSource Corporate Tax, bij het invoeren van de cijfers, in dit geval de fiscale waarde gelijk is aan de commerciële waarde. Dat is eigenlijk het uitgangspunt bij het invoeren van de cijfers. Fiscale waarde is commercieel, tenzij je een waarderingsverschil opneemt. In OneSource Corporate Tax gaat dat zo dat je een schema developt, in dit geval immateriële vastactiva enkelvoudig. Daar kan ik het verschil dus verwerken. Ik was even iets te snel. Als ik dit even weghaal, dan is het ook mooi te zien dat in dit schema een cross-check zit. OneSource Corporate Tax heeft nu op de balans, staat een bedrag van 50k. Hier is nog niks ingevuld, dat klopt niet, dus hier moet nog iets gedaan worden. En zo zit dat elders in de software ook ingebouwd. In dit geval ga ik even uit van een commerciële goodwill van 50k, die ik fiscaal niet volg, omdat die bijvoorbeeld in de kostprijs van de deelneming zou moeten horen, omdat het goodwill ter zake van deelneming is. Wat ook wel even goed is om aan te geven bij OneSource Corporate Tax, is dat je gebruik kunt maken van notes en queries. Ik kan behalve in een cel alleen de waarde invullen, ook aantekeningen maken voor mezelf of in het geval van meerdere gebruikers, een opstellen, reviewer situatie, kunnen zij met elkaar communiceren in de aangifte door vragen en antwoorden in de queries op te nemen. Stel dat de review van de aangifte bij de review zegt van hier moeten we nog naar kijken, dan kan die bijvoorbeeld bij de query invullen check. Dan verschijnt er onderin de software een groen bolletje, wat aangeeft dat er een openstaande query is. En zolang die query niet beantwoord is, kan het aangiftebestand niet worden gefinaliseerd. De gebruiker die de aangifte na review weer terugkrijgt, die kan vervolgens het item checken en zeggen van gecontroleerd. Het bolletje wordt vervolgens geel en daarmee is deze vraag afgehandeld en is dit deze kwestie afgekaart. Vervolgens heb ik ook een bedrag ingevuld voor machines, machinery and equipment, machines en installaties. Ik zie even dat we in het Engels bezig zijn, ik kan hem makkelijk even in Nederland zetten. Stel dat ik daar een verschil heb op mijn afschrijving, dan maak ik wederom een schema aan. Zo. Ik heb gedurende het jaar iets gekocht.
Ik heb een commerciële afschrijving van 20. Fiscaal kan ik maar 10 afschrijven. Dan ziet u dat Wantrust Corporate Tax aangeeft dat ik een commercieel fiscaal verschil heb dat gelinkt moet worden naar de P&L. Voor verschillen die hun, ja, die betrekking hebben op een verschil in de afschrijving of een andere P&L post, moet ik dan een link aanmaken naar de P&L. Hier maak ik dan, net zoals ik net voor de balansschema's heb gedaan, een verlies- en winstrekeningsschema aan. Ik heb 20k afschrijving. Nou, zoals ik net al aangaf, in principe denkt OneSource commercieel is fiscaal, tenzij verschil. Nou, in dit geval moet ik hier een link aan maken. Link naar de verlies- en winstrekening. En zo ziet u dat het verschil in de afschrijving dat we op het balansschema hebben ingevuld, nu ook in de P&L is verwerkt. Wat aan schema's ook nog handig is om te laten zien, is het schema voor deelnemingen. OneSource Corporate Tax gaat verplicht de gebruiker om een specificatie van de deelnemingen op te geven, om per deelneming de waardering te verantwoorden. Als ik naar deelnemingen heb, dan verplicht OneSource Corporate Tax mij om dit te specificeren. Ik maak een deelnemingsschema's aan, een meervoudig deelnemingsschema. En vervolgens een schema voor de aparte deelnemingen. Nou, in dit geval laat ik er even 2 zien. Deze even, dochter 1. De plaats. Dan. Land selecteren. 100%. Waarde. Een fiscaal nummer ingeven. Nou, dat doe ik even heel praktisch. En vervolgens ziet u dat de waardering van de deelneming in een afzonderlijk deelnemingsschema moet worden gespecificeerd. In dit geval is er gedurende het boekjaar iets veranderd. Ik geef even aan dat de kostprijs 500k is geweest. Datzelfde doe ik even voor deze deelneming. En vervolgens heb ik, door de separate deelnemingsschema's in te vullen, gelijk het algemene deelnemingsoverzicht ingevuld, wat ook weer matcht met de balans. Wat ik net aangaf is dat OneSource Corporate Tax eigenlijk is bedoeld om efficiënt een aangifte op te kunnen stellen. Als je de B- en C-schema's correct invult, dan betekent dat eigenlijk samen met de T-schema's dat de aangifte gemaakt is en dat de waardes die je hebt ingevuld worden geprojecteerd naar de overige elementen van de aangifte. Kijken. Wat ook wel handig is om te vertellen is dat je binnen OneSource Corporate Tax heel makkelijk door de aangifte kunt scrollen. Ik heb nu een hele kleine aangifte, maar het komt ook vaak voor dat je een aangifte hebt met honderden deelnemingen en dat je heel veel schema's hebt. In OneSource Corporate Tax heb je de Navigator. Die zal ik nu even op tafel toveren. De Navigator die geeft eigenlijk alle schema's in het aangiftebestand weer. En daarmee kun je dus heel snel naar een bepaald schema toe gaan. Kies even verliesverrekening.
dan wel niks ingevuld. Maar daar kan ik heel makkelijk snel naar scrollen. En kan ook weer heel snel teruggaan naar de balans. Dus dat is een heel makkelijke tool om snel door de aangifte te kunnen scrollen. Ja, we hadden het net ook even over het verzamelen van gegevens uit het verleden. Wat ook een hele makkelijke functie is in OneSource Corporate Tax, is de control-click functie. Waarmee je eigenlijk heel snel door de aangiftehistorie kunt scrollen. Laat ik even zien aan de hand van een ander bestand. Ik heb hier even een demo aangifte en stel dat ik daar een schema voor heb aangemaakt. Daar heb ik een waarderingsverschil en ik wil eigenlijk terug naar het verleden om het verloop in de waardering te zien. OneSource Corporate Tax is gelinkt, de bestanden van OneSource Corporate Tax zijn gelinkt, waardoor je heel makkelijk, heel snel kunt schakelen. Als ik nu control inhoud en ik klik, dan opent OneSource Corporate Tax het vorige bestand en gaat gelijk naar het schema waar het waarderingsverschil is verwerkt. Waardoor je heel snel het verloop van het waarderingsverschil over de jaren heen kunt zien. Ik kan in dit geval nog 1 jaar verder terug naar 2011. En op die manier kan ik heel makkelijk scrollen en hoef ik niet bijvoorbeeld in een papieren archief te kijken hoe een verschil in een aangifte tot stand is gekomen. Dat is even heel snel de basisfunctionaliteiten van OneSource Corporate Tax. Het tweede stukje van de deelneming is eigenlijk een fiscale eenheidsaangifte. Aan de hand daarvan wil ik laten zien hoe je efficiënt een fiscale eenheidsaangifte kunt maken. Vooraf is het goed om aan te geven dat, zoals Bianca ook al aangaf, je in OneSource Corporate Tax enkelvoudige aangifte moet maken. Dus als je bijvoorbeeld een fiscale eenheid hebt voor 3 entiteiten, dan maak je 3 deelaangiften voor de fiscale eenheidsvennootschappen, plus nog een fiscale eenheidsaangifte waarin de consolidatie van de fiscale eenheid plaatsvindt. Ik heb in dit geval 3 bestandjes aangemaakt die eigenlijk al helemaal klaar zijn. De input sheets zoals we die net hebben gezien voor dochter 1. Ik heb een dochter 2, die heb ik net al geopend, denk ik. Ik ga deze even wegklikken. En dan hebben we nog de moeder van de fiscale eenheid. Dus wat ik zei, in principe 3 entiteiten. Ik ben er in dit voorbeeld even van uitgegaan dat ze onder elkaar hangen. Wat je vervolgens doet in OneSource Corporate Tax, je hebt de gegevens in de enkelvoudige bestanden. OneSource Corporate Tax werkt met een database. Dat wil zeggen dat de gegevens in die enkelvoudige bestanden kunnen worden geüpload. En vervolgens door de database weer kunnen worden geüpload in een fiscale eenheidsaangifte. Wat dus weer als voordeel heeft dat je niet nogmaals de cijfers hoeft in te vullen. Ik zal even het fiscale eenheidsbestand openen. De fiscale eenheid die begin je vanaf het F-schema. Daar kun je dus de enkelvoudige entiteiten inhangen door vennootschappen te koppelen. Dat heb ik in dit geval dus al gedaan. De 3 fiscale eenheidsentiteiten zijn daarin opgenomen. Als je vervolgens de links update, dan zie je dat in de zogenaamde F-schema's, de consolidatieschema's, de enkelvoudige cijfers van de fiscale eenheidsdochters uit de enkelvoudige aangifte zijn opgenomen. Wat ook wel mooi is om te melden, is dat je in OneSource Corporate Tax subconsolidaties kunt maken. In dit geval gaat het om een hele kleine fiscale eenheid, maar heel veel van onze bestaande klanten hebben grote fiscale eenheden met misschien wel 100 entiteiten of meer.
Om het overzicht te bewaren is het dan makkelijk om een subconsolidatie aan te maken. In dit geval heb ik twee dochters, een dochter en een kleindochter die onder elkaar hangen. Die heb ik opgenomen in de subconsolidatie. Hier zien we de enkelvoudige cijfers die uit de deelaangifte komen. Vervolgens ga ik die consolideren in de eliminatiekolom. Daar rolt een geconsolideerde positie uit. En die positie, subconsolidatie demo 2, die gaat weer door naar de hoofdconsolidatie, waarin ook nog de moeder van de fiscale eenheid is opgenomen. En vervolgens ga ik die weer consolideren. Wat je dan uiteindelijk krijgt is een geconsolideerde positie. Dat is in dit geval, heb ik even de balans voor me. In tegenstelling tot in de enkelvoudige aangifte is de balans in dit geval geen invoerschema, maar de balans die wordt automatisch samengesteld na het uploaden van de gegevens uit de enkelvoudige verstanden en het consolideren. Verder worden bij het inlezen ook eventuele extra contabele correcties opgenomen. Die komen terug in het T-schema. In dit geval heb ik een schema met niet aftrekbare kosten. Ik heb niet aftrekbare boetes en niet aftrekbare gemengde kosten. Deze staan in de deelaangifte en ook deze worden automatisch geüpload naar de fiscale eenheid. Wat ook mooi is aan One Source Corporate Tax, en dat is het gevolg van het enkelvoudig invullen van de deelaangifte, is dat je eigenlijk een separate taxpositie hebt per fiscale eenheidsentiteit. En in de F10 en F11 schema's, daar zie je eigenlijk de herleiding van het commercieel resultaat naar het fiscaal resultaat. En het commercieel vermogen naar het fiscaal vermogen en het belastbaar bedrag per entiteit. In dit geval moet ik voor de enkelvoudige dochters even doorscrollen naar het subconsolidatieschema. Maar door de aangifte enkelvoudig in te vullen, heb je nu per entiteit een herleiding naar het belastbaar bedrag. Wat ook wel zo mooi is in het kader van tax accounting bijvoorbeeld. Als je dan het belastbaar bedrag in de aangifte hebt bepaald, dan is in het geval van de fiscale eenheid speelt verliesverrekening ook vaak nog een rol. In One Source Corporate Tax zit ook een verliesverrekeningsschema waarin de fiscale regels, fiscale eenheid verliesverrekeningsregels kunnen worden toegepast. Dat is in dit geval het U2 schema. Hier zie je de separate belastbare resultaten van de entiteiten voor verliesverrekening. Je kunt vervolgens een horizontale verliesverrekening toepassen. In dit geval zien we dat een van de entiteiten voorvoegingsverliezen heeft. Dus de horizontale verliesverrekening kun je in dit geval corrigeren en toerekenen aan de vennootschap zonder voorvoegingsverliezen. Waardoor je in dit geval maximaal voorvoegingsverliezen kunt verrekenen. Wat ook nog goed is om te melden is dat het ook mogelijk is om de belastingberekening eigenlijk meer op co-oliebasis te doen, zonder de effecten van de fiscale eenheid mee te nemen. Zodat je ook de taxberekening per entiteit kunt berekenen, wat weer handig is bij eventuele verrekening van fiscale eenheidsvorderingen en schulden. Ten slotte wil ik nog even ingaan op de rapportage. Als je de aangifte hebt gemaakt, dan kun je vanuit het A-schema uiteraard je belastingbiljet aanmaken. Volg dat zo even. One Source Corporate Tax genereert dan het aangiftebiljet gebaseerd op het originele biljet. Er zit hier nog wat foutmelding in.
die betrekking hebben op specificatie, maar die laat ik even voor wat ze zijn. Maar ja, automatisch wordt daarmee het biljet gegenereerd. Wat vervolgens kan worden ingediend bij de Belastingdienst via de e-filing wizard. Nou, wat misschien ook nog goed is om te melden, vaak vraagt men zich af, als ik dan een softwarepakket gebruik, welke informatie gaat dan mee naar de fiscus? In OneSource Corporate Tax kun je een webpagina saven die eigenlijk laat zien welke informatie nu wordt verzonden. Wat ik bedoel, maak even een draft. Dan heb ik dus een HTML-bestand waar je eigenlijk de blauwe cellen, daaraan kun je zien dat dat info is die uiteindelijk naar de fiscus gaat. En als je dat dan nader analyseert, dan zie je dat dat in hoofdlijnen het aangiftebiljet is, inclusief specificaties met betrekking tot deelnemingen, eventuele voorkoming en dergelijke, gegevens van aandeelhouders. Maar ook dat bepaalde informatie, zoals de balans in OneSource Corporate Tax, is dat meer een inputveld, dat die niet mee worden gezonden. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van de demo. Ik zou graag het woord geven aan Mark de Jong van Advanced Tax Compliance om wat te vertellen over praktijkervaringen in het algemeen en in relatie tot OneSource Corporate Tax. Ja, Mike, dankjewel. Ik zal inderdaad de praktijkervaringen van OneSource Corporate Tax met jullie delen. Ik heb er een aantal op een rijtje gezet waar ik met jullie naar wil kijken. Voordat ik dat wil doen, zal ik een korte introductie geven van wie ik ben en wat wij doen. Mijn naam is Mark de Jong. Ik werk bij Advanced Tax Compliance. Advanced Tax Compliance is een... Ja, zoals Bianca ook al zei in de introductie, een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in tax compliance en tax accounting. We houden ons eigenlijk op dagelijkse basis bezig met aangiftes, vennootschapsbelasting, belastingberekeningen en eigenlijk alle processen die daar rondom zich manifesteren. Als kantoor gebruiken wij eigenlijk vanaf het moment dat we zijn begonnen al OneSource Corporate Tax. En een groot deel van onze cliënten is ook een OneSource Corporate Tax gebruiker. In die hoedanigheid zien wij dus veel aangifte in OneSource Corporate Tax. Zien we de voordelen van OneSource Corporate Tax. En daar wil ik jullie vandaag met een aantal praktijkervaringen even in meenemen. Het eerste puntje wat ik opgenomen heb op de slide is transparante belastingberekening. Zoals Mike eigenlijk in zijn demo van OneSource Corporate Tax al liet zien, is het uitgangspunt dat de commerciële data wordt ingevuld of wordt ingelezen, kom ik zo op. En dat per definitie eigenlijk in eerste aanleg gelijk is aan de fiscale. Met andere woorden, commercieel fiscaal is gelijk, tenzij je dus een uitzondering aangaat geven, waardoor er een afwijking is tussen commercieel en fiscaal. Nou, wat we ook gezien hebben net in de demo van Mike, is dat je die uitzonderingen aangeeft op balansschema's en via winst- en verliesrekenschema's kan koppelen aan de winst- en verliesrekening. Het voordeel van deze manier van werken is dat je heel gestructureerd eigenlijk de uitzonderingen tussen commercieel en fiscaal gaat documenteren. En op die manier inzicht creëert in hoe je tot een bepaalde afwijking bent gekomen. Dit brengt uiteraard een aantal voordelen met zich mee. Een van de voordelen is, en dat hebben we bij een cliënt gezien, die meer transparantie wilde in hoe nu uiteindelijk het belastbaar bedrag tot stand is gekomen. Nou, doordat je in OneSource die duidelijke balansschema's maakt en die duidelijke specificaties weergeeft, krijg je eigenlijk veel beter idee bij hoe een waarderingsverschil tot stand is gebracht. Bij de tweede bullet van deze pagina zal ik daar ook wat meer toelichting op geven voor het consolidatieproces in de fiscale eenheid en hoe dat in zijn werk gaat. Een ander voordeel van de transparante belastingberekening, wat we hebben gezien, is dat de discussie met de Belastingdienst over het algemeen vaak meer over de fiscale kwalificatie gaat dan over de daadwerkelijke berekening zelf.
een van de cliënten van OneSource Corporate Tax die gebruik maakt van eigenlijk de hosted versie. De hosted versie is een web-based of is een versie van OneSource Corporate Tax die op het datacenter van Thomson Reuters draait, waardoor je eigenlijk toegang hebt, zelfs geen software hoeft te installeren. Alles op een slimme server is geïnstalleerd en wordt onderhouden. Uiteraard allemaal voordelen. Een van de voordelen die het ook heeft, is dat je met bepaalde rechten kan werken. Je kan dus iemand een review recht geven, je kan iemand een read-only recht geven, je kan iemand specifieke rechten geven om bijvoorbeeld in te dienen. De cliënt in kwestie heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt om de Belastingdienst een read-only recht te geven om de aangifte eigenlijk direct in OneSource Corporate Tax te kunnen reviewen. Dus, of beoordelen. Dus hoe gaat het in zijn werk? De cliënt stelt de aangifte op. De Belastingdienst gaat, nadat de cliënt daar zijn akkoord op geeft, OneSource in om daar naar de berekeningen te kijken. Uiteraard is dit een behoorlijk extreme vorm van horizontaal toezicht en volledig wederzijds vertrouwen. Maar het geeft wel aan wat de mogelijkheden zijn. Doordat de Belastingdienst in het product meegekeken heeft, gaat het dus niet meer om hoe de berekening is gemaakt, maar gaat het daadwerkelijk om de fiscale kwalificatie. Hiermee wilde ik het eerste puntje afsluiten en naar het tweede puntje op de agenda gaan. De bottom-up benadering van de consolidatie in de fiscale eenheid. Zoals Mike aangaf in zijn demo, is een fiscale eenheid opgebouwd uit eigenlijk een aantal deelaangiften. Dus in het voorbeeld hebben jullie gezien dat er drie vennootschappen waren. Voor iedere vennootschap wordt een volledige deelaangifte, als het ware, gecreëerd. In die deelaangifte is per entiteit precies duidelijk wat de commerciële basis is geweest, wat de fiscale positie is, eventueel wat nog de verliespositie van die entiteit is, wat de belastingdruk in die entiteit is op basis van de zelfstandige berekening. Nou, een van de voordelen om het op die manier te doen, of op die manier je aangifte op te stellen, is dat je ook het reviewproces heel duidelijk kunt splitsen en kan structureren. Heb je een grote fiscale eenheid, dan zie je eigenlijk van oudsher vaak dat wordt geconsolideerd en vervolgens wordt er een review gedaan op het geconsolideerde werk. En daar gaat veel tijd in zitten. Wat je nu met OneSource Corporate Tax kan doen en wat we ook bij een cliënt hebben gezien, is doordat er een groot aantal deelaangifte wordt gemaakt, met daarin dus alle berekeningen en onderbouwingen, is dat je eigenlijk de aangifte kan opsplitsen in het reviewen van deelaangifte. Immers, op het moment dat alle deelaangiften klaar zijn, is het consolideren natuurlijk niet meer dan oneerbiedig gezegd het optellen en het dubbele eruit halen. Door dat reviewproces op die manier in te richten, worden de deelaangiften één voor één afgewikkeld, afgekaart, afgestemd met de betreffende verantwoordelijke personen. Eventueel, afhankelijk van het proces, zelfs afgestemd met de financieel manager die gaat over de commerciële data die is gebruikt voor de aangifte. En vervolgens kan je in OneSource Corporate Tax de status van de aangifte wijzigen van under preparation, je bent ermee bezig, naar bijvoorbeeld reviewed of bijvoorbeeld zelfs final. En op die manier weet je eigenlijk, als ik een fiscale eenheid ga maken en alle deelaangiften zijn gereed, dat in beginsel je belastbaar bedrag niet meer is dan de optelling van die bedragen. Door die benadering heb je een veel gestructureerdere opbouw van een vooral grotere complexe fiscale eenheid. En doordat je allerlei deelaangiften hebt, geeft het veel meer inzicht in de betreffende entiteiten. Bijkomend voordeel is, je zal misschien denken als ik het geconsolideerd in kan vullen, dan ben ik sneller klaar. Bijkomend voordeel is op het moment dat je dus een entiteit zou willen ontvoegen, of een entiteit gaat verkopen, of gevraagd wordt naar een specifieke positie van een entiteit, is dat je eigenlijk met een paar druk op de knop bij die entiteit bent, het verleden van die entiteit hebt en precies kan zien hoe de afslagen bij wijze van spreken tussen commercieel en fiscaal tot stand zijn gekomen. Dus op dat punt maakt de bottom-up benadering van de consolidatie van de fiscale eenheid in OneSource geeft veel voordelen in het gehele proces. Het volgende punt, en haakt ook uiteraard weer aan bij een stukje van de demo van Mike, is het makkelijk terugvinden van informatie uit voorgaande jaren. Doordat er een koppeling is gemaakt tussen de OneSource bestanden van de jaren, kan je dus met de functionaliteit Ctrl-Click, kan je heel eenvoudig van een bepaalde stand terug naar de stand van het jaar daarvoor. Een voorbeeld wat ik daar kan geven is van een cliënt waarbij we in een review van een aangifte zaten in een bepaald jaar.
De cliënt zit, heeft zijn aangifte al bijvoorbeeld in dit geval 10 of 11 jaar achter elkaar in OneSource Corporate Tax staan. We zijn bezig met bijvoorbeeld een aangifte 2011 en krijgen de vraag, hoe komt dit waarderingsverschil tot stand? Waar is het op gebaseerd? Door dus een aantal keer ctrl-klik te doen en naar de brongegevens van de jaren ervoor te gaan, konden we eigenlijk binnen 4 klikjes terug zien waar het waarderingsverschil vandaan kwam. Uiteindelijk stond er bij dat waarderingsverschil dat die persoon in kwestie zelf toen bedacht had dit waarderingsverschil in kaart te willen brengen, of in ieder geval op te willen nemen. Dus het was een mooi voorbeeld om te laten zien hoe de persoon in kwestie het bij wijze van spreken vergeten kan zijn, maar OneSource Corporate Tax het heel netjes voor je vastgelegd hebt. En dat geeft toch wel een stabiel gevoel bij je aangifteproces. Er ligt netjes vast, netjes gedocumenteerd door source, queries, eventuele reminders of notes, wat de achtergrond van een bepaalde waarderingsverschil is geweest. Bijkomend voordeel van het makkelijk terugvinden uit informatie uit voorgaande jaren is dat doordat je de afslagen tussen commercieel en fiscaal altijd op een balansschema moet toelichten, is dat er ook een bepaalde gestandardiseerde manier van werken ontstaat. Wat je dus terugziet, dat het eigenlijk niet uitmaakt of persoon A of persoon B naar de aangifte kijkt, of op het moment dat iemand de organisatie verlaat en zijn opvolger moet het overnemen, is dat er een hele gestandardiseerde manier van werken is gecreëerd die niet afhankelijk is van de Excel-sheet van de voorganger die een bepaalde gedachte daarbij heeft gehad. Dus ook dat geeft aan wat de voordelen van OneSource Corporate Tax zijn in het bedrijfsleven. Het volgende puntje is balanscontinuïteit en controleberekeningen. Sluit een beetje aan bij de vorige bullet over het terugvinden van informatie. Voor wat betreft de balanscontinuïteit, hebben we in de demo gezien dat de eindstand van het jaar daarvoor automatisch de beginstand van het nieuwe jaar wordt. En dat die ook is beveiligd, zodat je zeker weet, eindstand en beginstand, daar zit niets tussen, dus er valt niets tussen wal en schip. Tenzij dat nodig is, dat je een aanpassing maakt, maar dan moet je ook bewust daar een keuze voor maken. In OneSource Corporate Tax zijn een groot aantal controleberekeningen opgenomen die naast bijvoorbeeld controleren of je de balans sluitend hebt, of de vermogensvergelijking zowel commercieel als fiscaal sluiten, ook allerlei controles geeft en hints geeft van denk hier aan, dit is een specificatie die fiscus wenst, dit moet nog worden ingevuld. Voordeel van de controleberekening, en heeft de praktijk meerdere keren uitgewezen, is het op het moment dat je in Excel een aangifte maakt en die eigenlijk overklopt, om het maar even oneerbiedig te zeggen, in een filing tool, dat het nog wel eens voor kan komen dat er wat bedragen of niet zijn gespecificeerd of eigenlijk als overmutatie zijn opgenomen. In OneSource Corporate Tax worden eigenlijk die onverklaarde en die vervelende waarderingsverschillen worden eigenlijk door de controleberekeningen automatisch inzichtelijk. En daardoor wordt het veel makkelijker om de kwaliteit van je cijfers te waarborgen. Immers, de controleberekeningen die doen van allerlei checks en balances. En wat we hebben gezien in een situatie bij een cliënt die in horizontaal toezicht zit, waarbij we OneSource Corporate Tax hebben gepresenteerd aan de Belastingdienst, daarbij ook het OneSource Corporate Tax hebben laten zien als onderdeel van het gehele Tax Control Framework, dat daarbij vanuit de Belastingdienst in die casus heel veel comfort is geboden over de kwaliteit van de data. Doordat OneSource Corporate Tax het uitgangspunt heeft dat je waarderingsverschillen moet specificeren, laat je ook zien dat je niet zomaar tot een waarderingsverschil komt en niet zomaar iets doet. Daar moet een gedegen onderbouwing worden gegeven hoe je tot een bepaalde fiscale positie komt. En dat gaf in dit geval de Belastingdienst daar veel comfort over. Het volgende puntje waar ik even bij stil wil staan is de automatische import van brongegevens. Zoals Bianca in haar introductie al aangaf, is dat de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst veel meer kijkt naar wat is eigenlijk het bron, wat zijn de brongegevens van een fiscale aangifte bijvoorbeeld. Doordat er in OneSource Corporate Tax de mogelijkheid bestaat om, naast dat je handmatig de brongegevens kan invullen, is er ook natuurlijk een mogelijkheid van automated data collection. Dus de automatische import van brongegevens in OneSource. Door die automatische import van brongegevens heb je dus eigenlijk een directe koppeling tussen de bron
en uiteindelijk je fiscale positie. Want die bron zijn je commerciële cijfers, die zijn gelijk aan je fiscale, tenzij jij een afwijking daar hebt aangegeven, maar die heb je gedocumenteerd in het aangifteprogramma. Wat we hebben gezien bij een cliënt is dat door deze automatische import van brongegevens zo vorm te geven, dat er ook bepaalde unieke karakters worden gegeven aan import van gegevens, is dat op het moment dat je een fiscale eenheid bijvoorbeeld hebt gemaakt en je wil weten wat het brondocument of wat de brongegevens zijn bij een bepaalde fiscale positie, je alleen nog maar op dat unieke karakter hoeft te zoeken. Dus in dit geval, er werd een trial balance ingelezen. Aan iedere post werd het trial balance nummer of een subtotaal meegegeven. Vervolgens wordt dat gedaan voor een groot aantal entiteiten. Op fiscale eenheidniveau wordt vervolgens een rapport gedraaid een rapport gedraaid met als filter een bepaalde accountcode. Doordat je die bepaalde accountcode in een rapport trekt, zie je daar zowel de commerciële als de fiscale waarde staan. En doordat er een automatische import is gegeven van brongegevens, kan je eigenlijk direct met een paar druk op de knop de brongegevens bij dat accountnummer terugvinden. Voor de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst, om daar even op terug te komen, op het moment dat de Belastingdienst dus vraagt aan de belastingplichtige, geef mij aan wat de bron is uit het commerciële systeem van dit fiscale bedrag, of dit geconsolideerde fiscale bedrag, dan kan je dat dus helemaal terug herleiden per entiteit tot de brongegevens in de vorm van een trial balance. Ja, op die manier geef je heel veel inzicht in de bronnen die je gebruikt voor de aangifte. Dat geeft uiteraard weer heel veel comfort, zowel aan de kant van het bedrijf als aan de kant van de Belastingdienst, waardoor je dus, en dan kom je weer bij het eerste punt waar we waren, met de Belastingdienst veel meer naar de fiscale kwalificatie kijkt en niet meer zozeer over de berekeningen discussie hebt. Nou, het laatste puntje wat op de slide staat is de vraag- en antwoordmogelijkheden en de herinneringen die je in OneSource Corporate Tax kan opnemen. OneSource Corporate Tax is uitermate geschikt voor organisaties, of mede geschikt voor organisaties die opstellers, reviewers en verschillende niveaus hebben. Een van de cliënten heeft bijvoorbeeld een shared service center in India, waarbij de aangifte wordt voorbereid. En in dat shared service center wordt de aangifte voorbereid in de hostomgeving. De opsteller heeft bepaalde rechten. De opsteller kan middels de vraag- en antwoordmogelijkheden, dat waren de queries en query response waar Mike het over heeft, die kunnen daar de vragen stellen. Vervolgens is er een review vanuit Nederland. Nederland kan de vragen beantwoorden. En op die manier leg je ook vast, want door de audit trail die in OneSource Corporate Tax zit, kan je ook precies zien wie de vraag heeft gesteld, wie de vraag heeft beantwoord. Op die manier leg je ook voor je hele tax control framework en voor je hele proces leg je precies vast wie wat doet en hoe een bepaalde fiscale positie tot stand gekomen is. Dus die vraag- en antwoordmogelijkheden en de mogelijkheid om bijvoorbeeld in de hostomgeving rechten toe te wijzen aan personen geven heel veel achterliggende informatie en heel veel comfort in je compliance proces. Daarnaast heb je in OneSource Corporate Tax de mogelijkheid om reminders of herinneringen op te nemen. Op het moment dat je bijvoorbeeld bezig bent met een 2012 aangifte en je denkt, ja, volgend jaar wil ik een bepaalde positie even uitzoeken, dan kan je dat op een post-it schrijven en die plak je dan op je beeldscherm. Of dat schrijf je ergens in een to-do-lijstje. Je kan ook in OneSource Corporate Tax een reminder opnemen. En op het moment dat je een build new period doet naar het volgende jaar, komt daar automatisch een vraag voor je op met daarin de tekst die je in de reminder hebt opgenomen. En op het moment dat je natuurlijk een jaar later naar de volgende aangifte gaat kijken, is dat best wel een hele prettige herinnering van, oh ja, daar zou ik nog naar kijken. Was ik misschien anders vergeten. Dus dat geeft ook heel veel houvast. En ik denk ook dat we met het programma OneSource Corporate Tax een bepaalde basis creëren. Dat je de gegevens zo goed kan documenteren. En dat je ook OneSource Corporate Tax daarom kan gebruiken om precies de juiste informatie te vinden. Maar ook kan gebruiken om dus dat soort herinneringen en vraag en antwoord erin te verwerken. De additionele mogelijkheid om dan bijvoorbeeld de related documents te koppelen. Het kan dus zijn dat op het moment dat je op een balansschema een waarderingsverschil aanbrengt waar een bepaalde opinie of een bepaald rapport aan de grondslag ligt, dat rapport kan je eigenlijk koppelen aan het waarderingsverschil. Kom ik weer even terug op een eerder punt. Ben ik 5-6 jaar verder en ik wil weer weten waar het waarderingsverschil vandaan komt, dan kan je natuurlijk op het netwerk gaan zoeken naar documenten. Je kan ook een paar keer doen ctrl-klik in OneSource Corporate Tax, het brondocument vanaf daar openen. En je weet precies wat de achtergrond van het verschil is.
Nou ja, hiermee ben ik aan het eind gekomen van de praktijkervaring. Ik had nog een behoorlijke tijd door kunnen praten en nog wat slides kunnen vullen met andere bullets. Maar nou ja, we hebben een bepaalde tijdslimiet, dus ik wil het graag hierbij laten. En weer het woord teruggeven aan Bianca. Oh, dankjewel Mark. Ik zal eigenlijk zo even vragen om jullie allemaal te unmuten. En zodat jullie ook vragen kunnen stellen. We zijn niet met heel veel mensen, dus gewoon niet. Alex, can you unmute everybody so that they can ask some questions if they would like to? Yes, I've just unmuted everyone, so it should be fine now. However, if you've muted your phone manually yourself, you still have to unmute in order to ask questions, of course. So, but now you should be able to ask questions via your phone. So, please go ahead and do so. Dit is Ellen Seely. Er werd op een gegeven moment gezegd over het toegang geven van de fiscus direct op je aangifte om gegevens in te zien. En ook zeg maar, op een gegeven moment werd er gesproken over een groene blokken dat je kan zien wat je dan deelt met de fiscus. Kun je dan ook zeggen van bijvoorbeeld toch een bepaalde post aangeven van dit stuk wil ik eigenlijk voor mezelf houden, bijvoorbeeld? De huidige rechten in de hostomgeving waar deze cliënt gebruik van maakt, laat hij alleen maar toe om bepaalde bestanden wel of niet te laten zien en om bepaalde bestanden dus te beveiligen waardoor ze read-only zijn. Er is op dit moment nog niet de functionaliteit om een bepaalde sheet alleen maar bijvoorbeeld vrij te geven. En kijk, het voorbeeld dat ik inderdaad gaf van de cliënt die dus die volledige vrijheid geeft, dat is echt wat mij betreft een ultieme vertrouwen richting de fiscus en niets te verbergen hebben. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook eigenlijk niks te verbergen hebben, maar ik kan me voorstellen dat je... Dat niet ieder bedrijf zo open richting de fiscus is, omdat je dus ook bepaalde aantekeningen voor jezelf maakt bij een bepaalde positie. Dus ja. Nou ja, om je vraag kort te beantwoorden, de huidige functionaliteit doet dat dus niet volledig, maar doet dat deels door bestanden of bepaalde entiteiten aan de fiscus, of in ieder geval aan iedere willekeurige gebruiker die je toegang geeft, te kunnen laten inzien. Ja, maar wat je ook wel eens ziet is dat sommige van onze klanten hebben afgesproken om bepaalde specificaties mee te sturen aan de fiscus. En dat gebeurt dan soms in uitgeprinte ordners. En op het moment dat je dat... Klinkt bekend? Je ziet dan soms dat je nog een apart Excel-schema moet maken om die specificatie vrij te geven. Nee, je ziet misschien heel kort dan in OneSource zeg maar, dat je allerlei specificaties zitten er al zeg maar, in de berekening. Dus wat onze OneSource-gebruikers dan doen is bepaalde specificaties uitprinten. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen om zeg maar, dan niet de query en de query responses en de notes en zo, die stuur je dan niet mee. Dus dan heb je zeg maar, het uitgeprinte deel wat je dan niet apart hoeft te maken. En dan bepaalde aantekeningen hou je dan voor jezelf. Dat gebeurt ook. Ik was ook even, begreep het niet helemaal, op een gegeven moment werd gezegd dat er dan de balansen niet werden meegezonden. Nou, uiteindelijk wat ik denk dat is geweest dat uiteindelijk is wat er naar de fiscus gaat of wat er naar de fiscus wordt gestuurd elektronisch, is in OneSource Corporate Tax zo gedefinieerd dat precies is wat de fiscus eigenlijk ieder jaar aan softwareontwikkelaars wenst. En dat zijn inderdaad ook wel balansen. Ik denk dat Mike daar wel een verre toelichting op kan geven. Wat ik bedoelde te zeggen is, kijk, de balansen die de fiscus vraagt, de cellen die XBRL getagd zijn, dat is eigenlijk de informatie die de fiscus wil hebben, nou, die bevat ook de fiscale balans. Wat ik eigenlijk wilde zeggen met de balans die wordt niet meegestuurd, is dat het B- en het C-schema, de balans en winst- en verliesrekening, die je invoert in OneSource Corporate Tax, daar is een apart invulschema voor. Dat gaat niet mee. Wat meegaat is de balans in het aangiftebiljet zoals de fiscus dat wenst.
Okay. Dus dat is eigenlijk... Ja, en in principe is de balans natuurlijk op de B- en de C-schema's. En dat is ook waar, denk ik, Once Corporate Tax heel sterk in is. Door de B- en de C-schema's heb je heel veel vrijheid om iedere willekeurige specificatie die je wil maken of ieder detail wat je wil aanbrengen, kan aanbrengen. Je hoeft het niet aan te brengen, je kan het aanbrengen. Wat vervolgens OneSource doet, is zorgen dat die totalen daarvan op de juiste plek in het biljet komen en dat biljet wordt ingediend. Uiteraard kan je, en dan sluit ik weer aan wat Bianca zei, op het moment dat je met de fiscus wel wat meer detail wil verstrekken, dat niet elektronisch wil doen in de vorm van bijvoorbeeld een toegang tot een account, is dat je direct vanuit OneSource een PDF-bestand aanmaakt van bijvoorbeeld zo'n balansschema en die naar de fiscus toe zou sturen of onderdeel maakt van het, nou ja, het boekje wat naar de fiscus gaat als toelichting op de aangifte. Beantwoord dat je vraag? Ja. Oké. Okay. Is iemand anders nog een vraag? Ja, ik ben Wouter van Veen van Boscalis. Ik heb een tijd geleden met Abacus gewerkt. Dat is natuurlijk nog steeds hetzelfde. Hoe is dat nu met printen? Want voorheen als ik dan, ik stuur dus de aangifte op papier op. Uh-huh. Ook nog. En dan print ik al die deelnemingen. Maar dan komt er een pakket papier uit. Dan moet ik een hele doos aanschaffen. De hele A4-doos. Ja, de printopties zijn ondertussen wel verbeterd. Dat is inderdaad okay. Een van de opmerkingen die we inderdaad ook gekregen hebben. Dat er wat gecopied en paste moest worden voordat de juiste printer uit zou komen. Maar ja, dat is een van de dingen waar ook aan gewerkt is. Abacus is natuurlijk zeker de basis inderdaad van de, misschien hadden we het even moeten vertellen, van OneSource Corporate Tax. En Thomson Reuters heeft het in 2009 gekocht. En ja, omdat ze echt een software vendor zijn, zijn er heel veel verbeteringen ook aan het platform, maar ook aan de look and feel. En gebruikerservaringen. Ja, we hebben 2 releases per jaar en er worden elke keer verbeteringen doorgevoerd. Dus ja, bepaalde dingen ook waar je tegenaan liep, zijn misschien nu ook weer veranderd. Dus dat is misschien naar te kijken. Ja, met mijn huidige pakket ben ik ook niet helemaal tevreden, dus vandaar dat. Maar is er ook een keer iets van te zien van hoe dat er nu op print uitkomt, zeg maar? Ja, natuurlijk. Absoluut. Dan, we kunnen na deze webcast even contact hebben met elkaar over. Is goed. Goed? Ja. Andere vragen? Kunnen jullie wat zeggen over de kosten, R&C weer? Ik kan van alles zeggen wat het kost. Het hangt een beetje af van het aantal gebruikers, of je host het of niet hebt, het aantal entiteiten. En dat is het eigenlijk. Dus kan ik je op het moment dat jij, zeg maar, dat we even contact hebben over hoe jouw situatie eruit ziet, dan kan ik je een prijs geven. Ja. Dus dan kan je ook een inschatting maken, zeg maar, van wat de software je kost en hoeveel tijd je ermee gaat besparen en wat je dat dan aan winst gaat opleveren. Ja, ik zie duidelijk wel. De voordelen van deze tool, dat zie ik echt wel. Maar ik zie ook wel dat je in eerste instantie waarschijnlijk ook zelf een tijdsinvestering moet doen om bijvoorbeeld die gegevens automatisch erin te krijgen. En misschien ook wel IT-technisch nog wat te moeten maken. Ik denk inderdaad, kijk het naar praktijkervaringen. Daar kan ik een voorbeeld van geven. Is inderdaad dat op het moment dat je OneSource Corporate Tax voor het eerste jaar implementeert, is dat daar inderdaad een tijdsinvestering in gaat zitten. Omdat natuurlijk, je moet natuurlijk ook beginstanden invullen of inlezen. Maar je moet natuurlijk ook het hele framework opzetten. Ja, dus je moet de schema's maken. En uiteindelijk op het moment dat dat eenmaal is opgezet, dan ga je natuurlijk de tijdwinst echt goed terugpakken. En daarbij zie je dat je natuurlijk gewoon doordat je die structuur die je opzet doorrol naar het volgende jaar, dat het eigenlijk een kwestie wordt van de getallen invullen of inlezen en de waarderingsverschillen aanbrengen. En alleen doordat je dus een structuur al hebt staan, hoef je veel minder schema's te ontwikkelen, linkjes aan te brengen. Dus volledig eens, je moet altijd in de keuze om het wel of niet te doen goed in je achterhoofd houden dat er een bepaalde investering in zit om het op te zetten. Maar wat ik tot nu toe in de praktijk heb gezien is dat het zich altijd terugverdient. Okay. En misschien is het aardig dat bijvoorbeeld een huidige cliënt die heeft een case study gedaan met Thomson Reuters, dat is NXP. En NXP heeft ook inderdaad in een eerdere webcast eens een keer aangegeven dat het inderdaad een punt is van aandacht, maar dat in zijn geval de voordelen daar echt bij wegvallen. En wellicht
kan Bianca de case study nog eens een keer rondsturen. Ja, ik zal jullie allemaal sowieso deze opname, niet dat jullie dat waarschijnlijk nog een keer gaan beluisteren, maar toesturen. En daarbij zal ik jullie dan ook de case study van NXP toesturen. Sowieso als jullie een keer willen praten met een klant die een beetje in een vergelijkbare situatie of een vergelijkbaar probleem heeft, dan kan ik dat altijd opzetten. Nog meer vragen? Oké. Nou, ik hoop dat jullie een eerste indruk hebben gekregen over hoe OneSource Corporate Tax kan bijdragen aan een gestructureerder, efficiënter en sneller en wellicht ook goedkoper aangifteproces. Als jullie meer specifiek willen spreken over OneSource Corporate Tax en of dat in jullie geval ook iets kan opleveren, dan komen we graag vrijblijvend bij jullie langs om daar naar te kijken. We kunnen jullie ook beter een inschatting geven van wat het kost en de winst die je er dan mee kan behalen. En zoals ik al zei, is het ook geen probleem om jullie in contact te brengen met andere gebruikers van OneSource Corporate Tax. En daar kan je misschien wat real-life voorbeelden en ervaringen meedelen. Nou, rest mij jullie te bedanken voor jullie tijd en jullie een fijne dag te wensen. Hetzelfde, bedankt hoor. Ja.